Hoe krijg je een platte buik, zodat je niet de hele tijd hoeft in te houden? Kijk, de eerste stap is, wees droog. Kijk, je kan iets doen met het vet rondom je buik. 2. Drink meer water. Water zorgt voor een betere darmwerking en een betere vertering van je voedsel. En 3. Ga na of je een voedselallergie hebt. Gluten, lactose, misschien heb je wel een allergie tegen bepaalde voedingsstoffen, zonder dat je het weet. Want je hoort je niet opgeblazen te voelen. Dus let volgende keer op bij het eten wat je erna ervaart. Je hoort je gewoon goed te voelen. En vooral, ga wandelen. Eet je grote maaltijden? Ga daarna het eten zo'n ongeveer 15 minuten lopen om je spijsvertering te bevorderen. Zo te voorkomen dat je buik opzwelt. Kijk, en nu laten we het over oefeningen hebben. Natuurlijk moet je je sixpack trainen. Maar je abs en je obliques die zijn niet verantwoordelijk voor het samentrekken van je spieren. Dat is namelijk de transversale buikspier. De TVA is de diepste binnenste laag van de buikspieren die zich achter je abs bevindt. Stomach vacuum oefeningen zijn goede oefeningen om de transversale buikspier te versterken. Op Insta gooien we meer van dit soort tips @greenfuel.shop.